achter dat ik deze slurry eet? Nou ja, dan heb ik meer. Hazoek. Wat zou ik nou eens lunchen? Saai. Nou, heb ik al een keer gemaakt. Geen zin in. Weet je wat? Ik bedenk gewoon mijn eigen lunch. Ja. Oh, maar ik heb nog niet ontbeten en ik heb eigenlijk ook wel zin in avondeten. Wacht, wat nou als ik alles combineer? Dan noem ik het mijn ontlunchdiner. Ja. Oké, voor mijn ontbijt lust ik wel yoghurt. Oké, en dan als lunch. Oh, misschien een lekkere fruitsalade. Oh, nou, dat is handig. En als avondeten lust ik wel, nou ja, een pastaatje is altijd goed. Ha. Oh, spaghetti, mijn lievelings. Nou, even kijken. Nou, ik zou zeggen, roeren en proeven. Heet smakelijk. En misschien heb ik toch een kookboek nodig, want dit gerecht is niet heel lekker. Een beetje apart. En ik ben niet de enige die rare recepten bedenkt, want bij Nickelodeon vind je er genoeg. En ik ben wel benieuwd welke jij wel of absoluut niet zou eten. Dit zijn de raarste gerechten. Jongens, kan dit ook worden weggeproefd? Ja, rare combinaties met eten zijn dus niet echt mijn ding, maar Lincoln uit Huize Harry, die houdt er wel van. Zijn favoriete boterham eet hij namelijk het liefst met pindakaas en geen jam, geen hagelslag, geen kaas, maar met zuurkool. Ja, pindakaas en zuurkool op een boterham. Nou, ik heb het wel eens geproefd. Ik was niet echt een fan, maar Lincoln kan zijn liefde gelukkig wel met zijn zusje delen. Dit is mijn favoriete broodje, Lily. Pindakaas en zuurkool. Je kunt nog niet kauwen, maar... je kan het drinken. Poep-poep. Proost. Hey, zeg eens eerlijk. Heb jij een huisdier en verwen je die dan ook heel erg? Krijgt hij altijd het beste van het beste? Nou, dokter Colosso uit de Tannermens wel. Die kreeg namelijk vers fruit en groenten dat Max in zijn slechte periode speciaal voor hem stal uit Andermans tuin. Maar goed, nu Max zijn slechte daden achter zich heeft gelaten, is het aan Chloe en Nora om dokter Colosso te voeren. En van vers fruit en groenten is zeker geen sprake. Ugh. Dacht jij dat ik deze slurry eet? Ik heb het niet gemaakt. Ik stoort het alleen. Ugh. Weet je, toen Max nog slecht was, toen stal hij verse groenten voor me uit alle tuinen van de buren. Nou, Max is nu goed en niemand gaat nog groenten voor je stelen, dus eet je rauwkost uit blik. De groenten. Ik eet die rauwkost niet. Zou je ook niet willen dat je soms gewoon niet hoeft te kauwen, maar gewoon je eten kan opdrinken? Nou, dan ben je niet de enige, want Zack uit School of Rock heeft de perfecte oplossing. De meal shake. En het is meteen raak, want de meal shakes worden super populair op school. Zou jij hem proberen?
Als je nou niet zo van vloeibaar eten bent, dan weet ik nog wel een andere originele manier om je eten op te eten. Namelijk, eet op een stokje. Ja, alles is leuker op een stokje en het eet ook nog eens makkelijk weg. Nou, fruit op een stokje, dat gaat dus heel makkelijk. Maar bij iCarly houden ze wel van de uitdaging. Ik heb het natuurlijk over de welbekende taco's op een stokje. Ja, dat klinkt misschien makkelijk, dat is het niet. En ik kan het weten. Hoe moeilijk kan het nou zijn? Hier dan de Carly. Zou jou het lukken, denk je? Hier is een mandje met taco's. En hier een stok. Prik de taco's aan de stok en deel ze uit aan de klanten. Dat kan niet met taco's. Die breken. Probeer het. Zie je? Dat is onmogelijk. Ja, taco's op een stokje is natuurlijk een klassieker. Maar heb jij ook goed opgelet? Ik heb namelijk een vraag voor je. Hoeveel taco's zaten er op het stokje van Thibaut? Zijn dat er 3, 5 of 7? En ja, de tijd is om. Het juiste antwoord is 1, 2, 3, 4, 5. 5 taco's dus. Had jij hem goed? Als je denkt aan een sorbet, denk je natuurlijk aan ijs. Ja, ik ben dol op ijs, maar wat moet je nou doen als je ijs op is? Nou, daar kan SpongeBob je wel bij helpen, want hij is een meester in improviseren. Want ja, als je ijs op is, dan gebruik je toch gewoon alles wat je nog wel in huis hebt. Zoals ketchup en uien. Dat klopt. Een sorbet. Oeps, we hebben geen ijs meer. Dan gebruik ik maar iets anders. Ketchup. Bananen, kersen, wat saai. Ah, dit is beter. Uien, Gerrit. Nu nog één ding. Pindas. Jammer, Gerrit. Er zit helemaal niks meer in de pindapot. Hey, ik weet waar we pindas kunnen halen. Gelukkig heb ik een pindaplantje in de vensterbank. Een beetje pot kan geen kwaad. Dat is hem dan. Deze sorbet smaakt fantastisch. Kom je me niet helpen, Gerrit? Gerrit? Nou ja, dan heb ik meer. Ja, uiensorbet, dat klinkt niet heel smakelijk. Maar wat ook niet smakelijk klinkt, is haarsoep. Ja, mensenhaarsoep. Nou ja, dierenhaarsoep zou ik ook niet hoeven eten. Nou ja, eigenlijk geen enkele haarsoep, maar Piper uit Henry Danger, die durft het wel aan. Zij wil namelijk zo graag bij de fanclub The Man Fans dat ze geen enkele uitdaging uit de weg gaat. En zo ook niet het eten van haarsoep. Maar of dat nou haar favoriete soep is? Haar! Ik heb deze hele zak vol vanmiddag vers bij de kapper gekocht. Je gaat toch geen soep eten waar haar in zit? Oké, ten eerste, wat jij zegt boeit me totaal niet. En ten tweede ga ik die soep wel eten om lid te worden van de Manfans. Hou eens vast. En opnemen. Oké, go. Hey Pola Macchiato. Ik wil zo graag lid worden van je club dat ik nu ga beginnen aan de haarsoep. Stel je voor, je mag de hele dag alles eten wat jij maar wil. Wat zou je dan kiezen? Misschien snoep of fruit, chocola, pizza, ijs met spikkels of met haargel? Ja, haargel. Gel dat je in je haar smeert.
Piper, die eet misschien wel haar, maar Boos uit Danger Force, die is dol op haar gel. Als hij de enige is die achterblijft in een man's nest, nou, maakt hij er een feestje van en geniet hij van zijn haar gel sorbet. Geen idee waar dit bed vandaan komt. Dat waren alweer de raarste gerechten van jouw Nickelodeon vrienden. Ja, raar waren ze wel. Ik denk ook niet dat er eentje tussen zit die ik zou eten. Maar misschien is dat voor jou anders. Lijkt het je wel heel erg lekker. Dus laat het me weten op Instagram. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!